Dag jongens en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ilko Gaming. Dit is even een korte update van wat er nieuw is in 0.23 van Kerbal Space Program. Wat is er nieuw? Nou, het eerste wat er nieuw is, is als ik je dit ding even laat zien en we plakken daar iets onder. Nou ja, zelfs dat hoeft eigenlijk al niet. Dat je tweakables hebt. Je kunt een hele hoop dingen kun je in Kerbal Space Program aanpassen vanaf de get-go. Dus stel je wilt inderdaad hier een plank, een ding onder plakken. Je wilt zeggen van oké, ik hoef niet al die fuel mee te hebben. De helft van de fuel hebben we genoeg aan. Wat handig is op het moment dat je bijvoorbeeld een wat lichtere fuel tank naar boven wil brengen. Dus dat je zegt van ik wil er eentje leeg naar boven brengen en de rest daaromheen vol. Dan kun je dat gewoon doen. Nou, dat is natuurlijk super vet. En verder hebben we deze nieuwe engine, de Rapier Engine. Rapier Engine is geniaal, omdat de Rapier Engine is bedoeld om in en buiten de atmosfeer gebruikt te worden. Voor onder andere vliegtuigen. De Rapier React is a joint venture between designed to fill a gap in the design requirements for sustainable single stage to orbit aircraft. Oftewel, je kan ermee de ruimte in en je kan ermee terug. This engine combines the best of rocket and air breathing thrust technology, want hij schakelt namelijk over. In het begin zal hij gewoon gebruik maken van het feit dat hij lucht heeft. En daarna schakelt hij over op liquid fuel, want hij draait geloof ik inderdaad op liquid fuel. Wacht, die had ik nog niet eens gezien. Hij draait inderdaad op liquid fuel en hij draait op oxidizer. Maar de oxidizer gaat hij pas gebruiken als hij buiten de atmosfeer is. Nou, dat waren de grootste nieuwe dingen. Voor de verder is, ga er lekker mee spelen. Er zijn een hele hoop tweakables die je inderdaad gewoon erbij toe kunt voegen. Ik pak gewoon eventjes wat onderdelen om eens te kijken of wat je nog meer aan kan passen. Nou, daar niet zoveel mee. Even kijken, kan ik hier nog iets mee aanpassen? Ook niet. Ik vergeet een hele belangrijke update. Dit, het Space Lab. Space Lab is bedoeld voor ruimteonderzoek, omdat het ruimteonderzoek, wat we eerst deden, is spammen. Is gewoon informatie terugsturen. En je krijgt steeds minder informatie. Nu kan je het naar het Space Lab sturen en kan je ze hier voor een gedeelte het onderzoek laten doen. Waardoor je in ieder geval een stuk meer van de science-punten trekt. Want terugsturen van de data krijg je een heel stuk minder informatie, een heel stuk minder science-punten voor. En dus zul je alle informatie terug moeten brengen. Jongens, dit was even een korte update van 0.23. Halleluja. Ik hoop dat jullie het informatief hebben gevonden. Volgende keer meer Kerbal Space Program weer normaal hier op Ilko Gaming. Bye bye.